U bent behalve kinderarts ook lid van het OMT. Dat was afgelopen vrijdag weer bijeen. Welke maatregelen bespraken jullie? Geen, eerlijk gezegd. Geen? Afgelopen vrijdag was een kort ingelast OMT... alleen maar om te beoordelen hoe is de epidemiologische situatie. Daar zijn we bijgepraat in een kort moment, tussentijds. Aanstaande donderdag zitten we bij elkaar en dan zijn ook beschikbaar de modellen die de modelleurs van het RIVM allemaal gemaakt hebben om te beoordelen wat is nou eigenlijk de situatie en wat is vooral ook de voorspelling. Ja, ja. Over die maatregelen gaan we straks zeker nog hebben. Wat was de sfeer in dat OMT? Nou, kijk, wij zien al voor die OMT-vergadering zien wij natuurlijk ook de cijfers. We zien de besmettingen oplopen. We zien het vooral natuurlijk ook. Kijk, besmettingen is één, maar veel belangrijker is natuurlijk het aantal ziekenhuisopnames en dat IC-opnames. Dat zien wij ook toenemen, dat zien we oplopen. Dus ja, daar hoef je bij wijze van spreken ook geen OMT-lid voor te zijn om te zien dat dat reden voor aandacht is en reden voor in ieder geval om bij elkaar te komen. En dat zullen we ook donderdag doen. En ook reden voor zorgen? Sorry? Reden tot zorgen? Nou ja, reden om in ieder geval snel bij elkaar te komen om te beoordelen wat staat ons nu te doen. Maar vooral natuurlijk afhankelijk van de modellen. Hè? Welke kant gaat het op? Het feit dat het nu oploopt. Het feit dat het oploopt is niet eens zo raar. Hè? Want dat bij het weer openstellen van de maatschappij, bij de 1,5 meter regel weglaten, bij het onderwijs, alles weer openstellen, is het niet raar dat er een toename is van het aantal besmettingen, aantal ziekenhuisopnames. Maar dat zo snel zoveel zijn, zo dat is de zorg. Zo van is Heimenberg, het. U heeft minder met modellen te maken, maar meer met mensen. U geeft namelijk leiding aan 140 verpleegkundigen in het grootste academische ziekenhuis hier in de hoofdstad. Wat is de sfeer onder uw mensen? Ja, het wordt me heel vaak bijna dagelijks gevraagd. Hoe is het in het ziekenhuis? Hoe is het op de IC? En het is bedrijvig en bezorgd zijn we. Dat zijn volgens mij de twee... Bedrijvig, dan hoop ik dat het bedrijvig, altijd is. Ik vind het woord druk, probeer ik altijd te vermijden. Dus dan noem ik het nu bedrijvig. En het is zeker niet zo druk of bedrijvig als nu, als echt een paar maanden geleden. Maar wat voor verhalen krijgt u dan van uw verpleegkundigen? Nou, we zien het gewoon weer oplopen. Dus niet alleen op de IC, maar het hele ziekenhuis zie je het aantal coronapatiënten weer toenemen. En dan maak je je gewoon bezorgd. En dat hoor je ook terug vanuit het team.